Je moet namelijk minimaal 10 gekookte eieren per dag eten voor een minimaal geadviseerde hoeveelheid vitamine D van 10 microgram. Ruim 40% van de Nederlandse bevolking heeft een vitamine D tekort, waarbij dit percentage zelfs stijgt naar 67% gedurende de winter- en herfstperiode. Goedendag, mijn naam is Claire, ik ben gezondheidsdeskundige bij VOOT en in deze korte video geef ik antwoord op een aantal vragen die horen bij vitamine D. Vitamine D, ook wel de zonlichtvitamine, is een vetoplosbare vitamine. En wat deze vitamine zo bijzonder maakt en uniek is, is dat ons lichaam het zelf kan aanmaken. Nou, wanneer de zon op de huid schijnt, wordt met behulp van UV-straling vitamine D in onze huid gemaakt. Nou, zoals de meeste mensen weten, is vitamine D onmisbaar voor onze gezondheid. Zo heeft het invloed op een normaal en stabiel calciumgehalte in het bloed. Is het voor een normale groei en ontwikkeling van beenderen van kinderen. Heeft het te maken met instandhouding van sterke en gezonde botten. Het heeft invloed op de verhoging van de kalkopname in de botten. Het heeft een gunstige invloed op het celdelingsproces, op de weerstand. Het is goed voor spieren, voor tanden, noem maar op. Dus het is echt onmisbaar voor onze gezondheid. Zoals ik zei, is zonlicht onwijs belangrijk voor het aanmaken van vitamine D in de huid. Deze bron is voor ruim 70% van invloed op onze totale hoeveelheid vitamine D per dag. Nou, daarnaast worden er hele kleine hoeveelheden vitamine D opgenomen uit voeding. Zoals uit vette vis, bijvoorbeeld zalm en haring, eieren, boter of margarine of bepaalde vleessoorten. Alleen het nadeel hiervan is dat de hoeveelheid vitamine D in deze voeding echt minimaal is. Je moet namelijk minimaal 10 gekookte eieren per dag eten voor een minimaal geadviseerde hoeveelheid vitamine D van 10 microgram. En dat is dan echt de ondergrens. Dus je kunt je voorstellen dat dat niet altijd even makkelijk en even goed werkt. Ruim 40% van de Nederlandse bevolking heeft een vitamine D tekort. Waarbij dit percentage zelfs stijgt naar 67% gedurende de winter- en herfstperiode. Nou, dit tekort heeft eigenlijk te maken met het feit dat steeds meer mensen binnen zitten en dus veel te weinig zonlicht krijgen. Nou, een vitamine D tekort kent eigenlijk verschillende symptomen. De bekendste is eigenlijk verhoogde vermoeidheid. Een tekort aan energie, verminderde gemoedstoestand komt heel erg vaak voor. Pijn in de lage onderrug, ongezond tandvlees of ongezonde tanden. Minder sterke botten of het gevoel van lusteloosheid. Dus dat zijn een beetje de symptomen die horen bij een tekort aan vitamine D. Dat is een hele goede vraag. Zoals ik vertelde krijg je natuurlijk het grootste gedeelte vitamine D uit zonlicht. Mensen die dus niet voldoende buiten zijn, en dat betekent iedere dag gedurende 30 minuten zonder bedekking in de zon, wordt extra vitamine D geadviseerd. En al helemaal gedurende de donkere periode van het jaar, dus dan praten we over de herfst en de winter, want op dat moment krijgen we al ontzettend weinig zonlicht en die zon is dan ook nog eens niet krachtig genoeg. Daarnaast worden mensen met een donkere of een getinte huid het gehele jaar geadviseerd om extra vitamine D te nemen. De gepigmenteerde huid maakt namelijk zelf niet voldoende vitamine D aan. En tot slot worden eigenlijk de ouderen boven de leeftijd van 70 jaar en kinderen onder de 4 jaar geadviseerd om extra vitamine D te nemen. Nou, vitamine D3 is een zeer populair supplement in ons fotoassortiment. Het heeft namelijk een dosering van 75 microgram vitamine D per softgel. Dus dat is echt een hoge dosering. En dat zorgt er eigenlijk voor dat het lichaam voldoende vitamine D opneemt. Nou, zo is het goed voor de calciumopname, voor de botten, voor de tanden, de werking van de spieren, het immuunsysteem, maar ook de celdeling. Nou, en daarnaast is een softgel echt ontzettend klein, op de grootte van een halve centimeter. En daardoor is hij zeer gemakkelijk in te nemen. Nou, een potje bevat 100 softgels en is van de hoogste kwaliteit vitamine D3. Ja, wederom heel erg graag gedaan. Mocht er verdere vragen zijn betreft het product vitamine D3 of andere onderwerpen die ik heb besproken of waar u misschien een andere vraag over heeft, dan beantwoord ik natuurlijk graag. Tot de volgende video.